Hallo, welkom bij weer de nieuwe aflevering van Handdoekenmagie. Vandaag gaan we een koalabeertje maken. Daar heb ik voor nodig een badlaken deze keer. En die leg ik heel netjes lang uit. Het is een beetje lastig, want het is een aardig stuk. Ik heb hier ook nog de gewone handdoek, maar die leg ik even ergens anders neer zo. Zo. En dan rol ik de twee kantjes naar het midden. En dat doen we met de andere kant weer. Ook netjes oprollen naar het midden. Dan vouw ik hem dubbel, maar dat kennen jullie van de eerdere handdoekenfiguurtjes. Dan haal ik de puntjes eruit. Dan pak ik weer die twee boven- en onderpuntjes. Dan kan ik net niet goed vast. Nu wel. Alleen. Ik laat hem zo leggen en ik doe hem zo kruislinks over elkaar heen. En zo heb je alvast het lichaampje. Dan pak ik een gewone handdoek. Dubbel gevouwen natuurlijk. Zo neer, met het puntje naar boven. En die vouw ik dubbel. Dat doe ik hier nog een keer. Zo in het midden. Het zal niet helemaal zo nauw steken. Beetje meer zo. En dan hebben we hier nog een puntje weer over. En dan rol ik hem naar binnen. Is even wat lastiger. Even vasthouden zo. En dan doe ik dat met de andere kant ook. Eigenlijk gewoon naar het midden rollen. Oh, is die zo erg? Mag maar zo blijven. Een beetje netjes zo. Dan draai ik hem om en dan vouw ik deze puntje dubbel. Maar ik begin hem gelijk ook te rollen. Helemaal naar het puntje. En dan steek ik dat bovenste puntje hier tussen. Ik zal zelf even moeten kijken om te vormen. Dan leggen we die zo hier erop. Twee oogjes. En die kunnen er ook gewoon op leggen hoor. En hier ook. En zo heb je een leuke koala beertje. Veel foutplezier. Tot ziens.